Normaal zou ik een grap maken over de warmte die ons nu teistert, maar... Jeetje, ik vind het erg voor Clara. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie in enige echte zeep. In de vorige aflevering is er iets vreselijks gebeurd. Er is oorlog gevoerd tussen Bemusia. Bemusia is helemaal vernietigd. Toen zijn we gevlucht naar Clara. En in Clara heeft de grote olifantenvrouw ook nog eens een keertje besloten om dat helemaal te nuken met een Edoion. Waardoor dat waarschijnlijk Erwin niet op tijd is weg. Ik hoop dat hij op tijd is weggekomen, maar dat is dus zeg maar gisteren gebeurd. En we zijn al onderweg naar Alexandria en het is oorlog. Ik kan er niks anders van maken. Normaal gesproken ben ik te entertainen, maar hier kan ik niks komisch uit maken. Kun je iets zien? Nee, het is te donker. Ik kan niks zien. Beatrix! Oh, ik haat jullie. Ik haat jou nou zo erg. Ik haat jou. Heb je het item gekregen? Is dit het, uwe majesteit? Ja, dit is het! Met dit kan ik eindelijk... Nee, ik heb er nog één nodig. Ik moet die laatste juweel krijgen. Nog niet eens een woord van blijdschap. Of bedank je. Beatrix, zoek het laatste juweel! Ja, uwe hoogheid. Trouwens, hoe is het met de prinses? Garnet! Sorry, ik heb net iets van luchten gedronken, dus... Maar goed, wanneer dat we alle edeljots van haar hebben, heeft ze geen nut meer voor mij. Wat bedoelt u, uwe majesteit? Garnet heeft een misdaad gepleegd en ik zal haar laten executeren voor het stelen van een juweel. Wat? Laat me mijn eigen niet herhalen. Wanneer dat we terugkomen in Alexandria, zal ik Garnet laten onthoofden. Nou ga, zoek die laatste juweel. Maar, uw majesteit... Dat mens is gek. Zelda? Kalm meer. Ik bedoel, ze nu te bevechten, dat is... Ja, ik weet het, ze lijken nogal veel op elkaar, maar die andere die is iets meer krankzinniger. En Wilma B is een beetje meer aan de goeiere kant. Die is veel meer aan de goeie kant, voordat ik het verkeerd zeg natuurlijk, hè. Maar hun nu bevechten, dat zal nogal een beetje zinloos zijn. Ze hebben Garnet toch steeds in gevangenschap. Dus... Wat zeg je? We moeten hier maar blijven staan wachten en niks doen? We moeten naar Alexandria voordat Brain er is. Dat is de enigste manier. De enigste vraag is hoe. Zepi, volg mij. Tauler, wat ben jij aan het doen? Waar ga je naartoe? Nou, dat wil ik ook wel eens even weten. Het grappige is, als je hier nou eventjes terugloopt... Voordat ik die vergeet, wat is heel erg belangrijk, want deze is heel makkelijk te vergeten. Zit hier een Moogle die namelijk de brief nog wou hebben van Mopli. Dus laten we zelf even kijken wat er in die brief staat. Ondertussen dat deze brief Sereno heeft gehaald, zal Clara wel vernietigd zijn. Stilskin zegt nog steeds, ik ben door deze shizzle heen gegaan al eerder. We zullen wel in orde zijn. Maar wat als we nog niet in orde zullen zijn? Oké, dus... Ja, dat was dat hele grote geluid. Wil jij ook een brief? Ja, jij wil ook een brief sturen naar Moedon. Oké, nou ben je daarvoor in de moed dan? Ik niet. Oh, verschrikkelijk dit. Ik weet niet, die muziek die is ook zo tragisch en treurig. Maar goed, de Tauler had een idee. Ben benieuwd. Nou, Tauler, wat is er? Weet je nog hoe dat die soldaat had gezegd dat ze terug de potten moeten gebruiken om naar Alexandria te gaan? Oh ja, laten we die pot... Ja, laten we het proberen. Dat is een goed idee. Tauler, geweldig. Subliem, superb. Alleen, wil je dan alsjeblieft niet struikelen en gewoon gelijk... Nou, hier gaan we. Zelda, ik kom eraan. Door bubbelkrachten. Nou ja, het werkt. De tijd is gekomen om te ontsnappen. Hoe?
Ik weet het niet. Maar we moeten iets doen. Wacht. Oh, wacht. Ik heb een idee. Je moet naar links en naar rechts. En dan kunnen we een beetje de zwaartekracht eventjes gaan doen. Dus wat we nou moeten doen is... We moeten eigenlijk heel erg flauw gaan schommelen. En elke keer moeten we dus zeg maar drukken op de kant. Welke kant dat hij dus zeg maar opgaat. Druk je de andere kant op, dan zal hij automatisch de andere kant op gaan. Zoals je dus daar net zag. Dus je moet goed kijken welke kant dat hij opdrukt. En dan ga je eigenlijk de goede kant op. De meer als hij zegt, there you go. Dan doe je het eigenlijk dus hartstikke goed. Dus daar komt het eigenlijk op neer. Op sommige puntjes kun je beter wachten eventjes om te wachten totdat hij weer gaat swingen. En dit moeten we dus zeg maar eventjes een tijdje doen om te ontsnappen. Dus nou moeten we deze kant op. Nou kunnen we dat 3 keer doen. Hoppakee. Andere kant op. Wachten we. En dan gaan we weer. Halen we hem? Oh, dit lijkt wel op Pirates of the Caribbean. Oké. Nou moeten we het halen. Kom op, 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 kom op. Boom. Prinses, ik kom eraan. Oké, dus op dit punt moeten we eigenlijk dus nou met Leroy gaan vechten. En Leroy is weer een beetje een level. Maar even kijken of hij alles... Chainmail... Oh. Ja, dan gaat de magie wel omhoog. Maar daar hebben we op dit moment eigenlijk weg. Nou, je zit wel goed. Nou, dan krijgen we dus zeg maar die soldaten. En die moeten we dus helaas zeg maar verplicht bevechten. Ik zal er eentje doen. De rest zal ik eruit knippen. Niet dat we weer constant hetzelfde gevecht krijgen zoals dat we gisteren hebben gehad. Want serieus, we moeten ASAP naar onze Zelda. Nou, deze beesten... Nou, ik wou ze beesten noemen. Deze soldaten zijn niet zo moeilijk. Deze zijn niet dezelfde die we eigenlijk hebben gevochten net in Clara. Deze die zullen minder krachtig zijn en daardoor dus makkelijker te verslaan. En ik vraag me eigenlijk toch af, wat is het toch met soldaten en geen broek aan hebben? Ik bedoel, roestig armor te dragen, dat kan nogal vervelend zijn, laat ik eerlijk wezen, want oh, die vlucht al. Maar we zien dus zeg maar tot hun arnas, als je kijkt bij Leroy, die heeft gewoon een heel roestig armor. Maar hun hebben nog niet eens een broek, trek een broek aan. Serieus. Of ga liggen. Oh ja, ren weg, tuurlijk. Eerst even een paar rake klappen geven, daarna wegrennen. Nou, omdat ze weg zijn gerend, krijgen we er geen experience voor of wat dan ook. Dat is nogal vervelend. Nou ken ik... Ugh. Eerst wegrennen, dan terugrennen. Logica's, met een broodje gezond verstand, ingesmeten met boter. Echt, dit is zo vervelend, want op dit punt blijven ze dus zeg maar eigenlijk alleen maar wegrennen. Dus krijg je er geen experience van. Wat trouwens ook leuk is, daar komt dus nou een wachtertje aangerend, maar daar heb ik dus geen zin in. Maar op het moment dat je op de ladder klimt, dan stopt hij met rennen en... Kom je weer terug op de grond, dan komt hij weer dichterbij. Alsof dat ze niet weten hoe dat ze ladders moeten beklimmen. Wat eigenlijk best wel hilarisch is. Nou, als je hierboven komt, dan moet ik al sowieso zeggen dat dit er heel erg raar uitziet. Maar hier zit niks. En waarom dat die ketting zeg maar niet deze kant op kan swingen, dat weet ik niet. Maar dat komt blijkbaar niet. Dus, maar goed. Prinses! Hey, ik ben hier weg. Ik ga naar de Evil Forest om mijn brood te redden. Serieus, jij harteloze maloot. Huh? Wat is dat? Hallo. Jij, wat doe jij hier? Leroy, is dit Alexandria? Wat? Ik heb geen tijd voor jouw rare vragen. Ik moet hier zo snel mogelijk ontsnappen uit deze rare dungeon en Alexandria en de prinses te beschermen. Oké, genoeg gezegd, laten we gaan. Waarom laat iedereen mij achter? Hé, jij wil niet luisteren. Schiet nou toch eens op, Roesbak. Zelda's leven is in gevaar. Waar heb jij het over? Genoeg met jouw onzin. Het is waar. Ik bedoel serieus, we waren net op de Red Rose en we hoorden Brain praten. Ze had gezegd, tot wanneer dat we zeg maar terugkomen naar Alexandria, dan wil ze Zelda executeren. Is dit echt waar? Yep, we hebben 30 minuten voordat Brainer arriveert, dus laten we gaan. Oké, dus dit is een beetje zeg maar een tijdslimiet gebeuren. Waar we dus zeg maar zo snel mogelijk in de tijdslimiet bij Zelda terecht moeten komen. Marcus! Hey, oppassen. Ik doe het hekje dicht. Nou, 30 minuten is meer dan genoeg tijd. Oh, verdraaid. Daar komen we nooit doorheen, hè. Wat doe je hier? Het is een lang verhaal, maar ik ga eventjes terug naar de Evil Forest en Blank helpen. Oké, okay, goed succes. Wij gaan Zelda verzoeken. Nou, hij heeft geen haast. Wij eigenlijk wel. Maar ja, zoals ik al zei, 30 minuten is meer dan genoeg tijd, zeg maar, die we dus nodig gaan hebben.
Waar we eigenlijk naartoe moeten is... Ja, we willen die guards, die kunnen we wel bevechten, maar daar heb ik eigenlijk weinig zin in. Dus, wat ik wel eventjes wil doen, de tijd blijft hier wel eventjes doorlopen, dus dat is wel vervelend. Dus ik ben even eens, alles is gewoon automatisch zeg maar helemaal hersteld, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Word je geraakt door die guards, dan heb je dus wel het probleem dat je dus zeg maar een battle met die guards moet hebben. En ik geloof dat we even kan... Oh nee, we moeten naar Zelda's room. Nou weet ik het weer. Dus het is eigenlijk een beetje dezelfde route als die we eerder hebben gehad, waar we dus zeg maar Zelda hebben zien wegrennen. Hallo! Ik zeg serieus, waar zijn die gasten langzaam? Nou, en als je dan in Zelda's kamer komt... Was dat hier rechtdoor? Oké, ik heb nou even wel een battle, maar... Zoals je weet, Roesbak die is er nou dus ook weer terug. Dus we zitten weer met een team van vieren. En nogmaals, een half uur. Ik heb eigenlijk nog nooit het probleem gehad dat ik echt... te weinig tijd hiervoor had. Dus oké, nou ik doe ook eventjes aanvallen. En jij doet even aanvallen. Hé, dit keer verslaan we ze tenminste. Doe maar Blizzard Tatara. Zo, gewoon eventjes een paar keer aanvallen. Dan zit eigenlijk alles wel goed. Ga jij wegrennen? Ja hoor, eentje is weggerend. Dat zullen we altijd wel weer zien. Goed, nou, mochten we nog een keertje gebotst worden tegen zeg maar die mensen, dan heb ik zoiets van, dan knippen we dat er gewoon heel eventjes uit. Want op zich zijn ze niet zo moeilijk om te verslaan. Dus ja, zeker niet dat we hier zo met z'n vieren zitten. Oké, nou, we zitten hier in Zelda's kamer. En waar kan ze zijn? Nou, als we hier dus zeg maar gaan onderzoeken, dan is hier niks te vinden. Maar ja, we hebben de timer, dus je zit dan toch echt zo van, oh ja, waar moet ik naartoe? En als je al die andere kamers hebt gehad, dan raak je helemaal in paniek. Maar er zit hier dus zeg maar, de candle die ziet er nog wel raar uit. En die kunnen we nog eens een keer moven. En dan gaat er dus een secret passage open. Wat helemaal geweldig is. Nou hebben we hier dus zeg maar een puzzel die je op moet lossen. Je ziet daar een paar kistjes liggen. Wat je wil doen om die kistjes te pakken is hier eraf te springen. Wachten tot dat ding is omgedraaid. Weer terug springen. En die kistjes pakken. Nogmaals, je hebt een tijdslimiet, maar... Je hebt hier genoeg tijd voor. Nou, je krijgt sowieso een gratis tent. En een Ice Brand. En volgens mij is dat een nieuw wapen voor Leroy. Yep, en dat is Mental Break. Maar ja, we zijn nog steeds bezig met Armor Break, dus we kunnen hem nog niet equippen. Nou, kan dat ding alsjeblieft even hier komen? Dank je. Oké, nou dan kunnen we hier naar beneden toe rennen. Dan moeten we weer zo snel mogelijk naar beneden toe, want we moeten dus nog steeds Zelda zien te vinden. Nou, hier komen als ik me niet vergis geen... guards meer tegen. Omdat dit is een secret passage waar nog niet eens Leroy G of eigenlijk zeg maar de guards vanaf weten. Dus ik verwacht niet dat we hier nog echt problemen gaan tegenkomen. En het grappige is, we hebben nog steeds iets van 26 minuten, dus je hebt meer dan genoeg tijd. Nou, als we hier dus zeg maar bij deze kamer terechtkomen, dan kun je naar beneden toe gaan, dan kom je in die kamer terecht zeg maar waar dat ze gevangen zijn genomen. Of waar dat hun gevangen zijn genomen. Dan komen we hieruit. Dan komen we bij Zorn en Thorn. Wat doe jij hier? Oh, jullie zijn zo bemoeizachtig. Jullie krijgen geen medelijden meer. Of genade of iets in die trend, weet ik veel. En dan mogen we dus eindelijk vechten tegen Zorn en Thorn. Het tijdslimiet zal nog steeds doorlopen, maar Zorn en Thorn zijn de makkelijkste vijanden op dit moment. Het is zo makkelijk, je wil gewoon zoveel mogelijk steel eigenlijk doen met zeep. En je moet dus zeg maar kijken, want ze geven elkaar dus de hele tijd krachten. En daarom wil je dus eigenlijk de hele tijd om en om aanvallen. En met de touwler wil je dus zeg maar een multi-aanval doen. Want op het moment dat ze een aanvalkracht krijgen, dan zal ze hun kracht die ze aan elkaar hebben gegeven dus zeg maar gecanceld worden. Waardoor dat ze dus zeg maar nooit zullen aanvallen. Dus gewoon de hele tijd om en om aanvallen. En je bent eigenlijk praktisch, sta je veilig. Zo, jij valt die aan, jij valt die aan. Taule die blijft gewoon hun tweeën aanvallen. Hier, daar komt weer de Meteor Power. En hij is weer geneutraliseerd. Nou, Steel, ik denk niet dat er echt zulke boeiende aanvallen zijn. Noem maar op, of items die van hun kan stelen. Ik bedoel, ik heb een heel groot boek waar alles eigenlijk daarin staat. Ik weer niks kunnen stelen. Ik heb Bandit aanvallen. Is dat de Let's Play vloek die nou gaat beginnen? Oké. Wij gaan nog een keer stelen. Flare power.
Flare en Meteor zijn enorme sterke aanvallen, dus daar wil je zeker voor uitkijken. Maar op het moment dat je ze aanraakt met een aanval, maakt niet uit of het fysiek of magisch is, zullen ze je niet aanvallen. Dus je wil zeker daarvoor uitkijken. Oké, nou, volgens mij is dit gewoon een tijdsdurig iets, tot ze daar een tijdje gewoon wegrennen of zo. Oh, dat was een critical. Oké, dan moeten we weer... Noem maar even Bizarra, jij moet hem weer aanvallen. En ik krijg de hele tijd Wooden Steel Anything, daar word je niet vrolijk van. Oké, Flare Power is weer weg. Oh, weet je wat, we proberen Zorn een keer, ik word hier moe van. Swing! Alweer Flare Power. Doe maar weer een keertje Thunder, maakt niet uit. Een Stardust Rut. Oké, rot, Rut. Juist. Oh, en het gevecht is afgelopen. Nou, we hebben in ieder geval een wapen uitgekregen en een armor, dus op zich wel goed. Maar we hebben ze dus niet verslagen, want ze rennen dus weg als nietjes dat ze zijn. Turi, we krijgen je nog wel hiervoor. Maakt het niet uit, met Garnet zijn we klaar. Jullie zijn te laat. Jullie stemmen zijn heel erg... Heb ik jullie per ongeluk op een verkeerde plaats geraakt of zoiets? Dat wil ik wel heel erg vervelend doen. Maar ja, je ziet het, we hebben dus nog meer dan 22 minuten over. Die tijdslimiet, ja, je zou wel een beetje van die vijanden kunnen gaan verslaan, noem maar op, maar er is niet echt iets om te vinden. Zelda, ik ben het. Zelda. Zelda. Oh, nee. Prinses! Oh. Nee! Prinses, alsjeblieft, vergeef me. Oh, sorry, je hebt een andere stem. Je hebt, vergeef me. Verdorie. Oh, ik verdien het niet om een ridder te zijn. Ik verdien het niet om te leven. Haar hart klopt nog steeds. Ja, ik weet het. Laten we hier naar buiten gaan. Zelda, je zult in orde zijn. ATE van vriendschap. Ik ben bek af van al het rennen. Ik kan niet stoppen. Hou vast, broer. Ik kom eraan. Marcus is saving your ass. He's rowing through the woods. That's petrified, you know. En ik heb geen flauw idee waarom ik een kerstliedje nu zing. Want we zijn weer terug. Oké, we hebben hier ondertussen een Moogle. En die Moogle, volgens mij is dat Mosh. En wil die een brief? Oh, je hebt een brief gekregen. Nou, laten we die samen lezen. Wat gebeurt er in Alexandria? Soldaten zijn allemaal. Ik heb gehoord dat Prinses Garnet terug is in Alexandria. Ik weet zeker, of ik had gedacht dat Prinses Garnet het kasteel had verlagen vanwege dat ze dus de dag tot Queen Brain bezig was met foute dingen. Wat doet Prinses Garnet in... Wat denkt Prinses Garnet wel niet? En Queen Brain, serieus, ik snap helemaal niet hoe dat de Royal Family aan het denken is. Oké, wil je een brief sturen of niet? Jij wil brieven? Heb ik niet. Jammer, bond hem maar een end op. FTO. Trouwens, nou dat ik er zo over terugdenk. Ja, ik weet het, ik heb zelden gewoon vast, maar je wil hier toch voor de zekerheid even saven. Mocht er iets gebeuren waardoor dat je een game over gaat krijgen, dan kom je terug automatisch op die punt. En dan kom ik niet terug op het punt van gisteren, waar ik dus zeg maar de aflevering mee begonnen ben. Dus dit is de eerste keer dat ik ga saven. Geweldig. Nou, we hebben één level omhoog gekregen. Oké, nou en dan kunnen we eindelijk wat verder door. Dus we willen hier naar boven toe. Ja, ik vind het een beetje krom om hier nou een aflevering te gaan sluiten. Want ik bedoel, we zitten nou eigenlijk vol met spanning. Wat gaat er nou gebeuren? En dan om hier de aflevering te sluiten, dat zou een beetje gemeen zijn. Dus, vandaar dat ik heb besloten om gewoon nog door te gaan. Dus we moeten weer deze trap helemaal volgen naar boven toe. Alsof dat Zelda geen hoofdpijn krijgt. Je moet je erover zien zo. Boing, 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 boing. En wie zijn idee was dat met die draaidinges? Ik bedoel, wie heeft dat gemaakt? Oké, nou, het maakt niet echt uit welke kant dat we opstappen. Hoppakee, het gaat in één keer door. En dan komen we dus terug, zeg maar, in de kamer van Zelda.
Nou. Ik geloof niet dat iemand ons volgt. Nou, dat is heel erg fijn, Wil, maar dankjewel voor het checken. En slim dat je dat weer even doet. Mijn koningin. Waarom heb je dit gedaan? Ik heb mijn hele leven opgegeven om jou te dienen. Jou en de prinses. Waarom wou je de prinses pijn doen? Waarom? Leroy. Ik noem hem gewoon bij zijn naam. Zepi. Wilma Pie. Denk je dat ze ooit wakker... dat ze ooit wakker zal worden? Natuurlijk. Ze slaapt omdat ze is moe. Dat is alles. Ik bedoel, ik laat Zelda even rusten. Vinden jullie het erg? Dank je. Dus even de muziek ook, dank je. Sound editor, ik weet niet wie waar je bent, maar goed. Als ik alleen maar eerder was gekomen. Het spijt me. Wat is er gebeurd met jou? Je bent niet hoe dat je zelf bent. Ga je gang. Geef mij de schuld hoe rot dat ik was. Vertel me maar dat het mijn fout was. Nee. Ik kan het niet. Ik weet niet wat ik voel nu. Ik kan nog niet eens een traan laten. Daar zijn ze. Er is geen ontsnapping mogelijk. Ik vind die stem eigenlijk wel leuk voor hun. Welkom terug, Leroy G. Waar ben je al deze tijd geweest? Vertel me niet dat je plezier hebt gehad bij het genootschap van deze schavuiten. Serieus, bedenk je wel niet. De enige schavuiten hier ben jij en je dikke koningin. Sukkels zoals jullie zullen het nooit leren. Oh, niet weer. Kom op. Hoe vaak moeten we die snol nou nog... Oh. Yep. Dit is weer hetzelfde voor de derde keer gewoon. Tot we tegen Beatrix moeten vechten. Je wordt hier moe van. Oké, dus weer wil je zoveel mogelijk stelen. En daar komt toch gelijk de T-shock aan tegen Wilma. Waar heb jij tegen Wilma? Later met rust. Nou ja, we hebben in ieder geval weer een Phoenix Down gekregen. Dat kunnen we gelijk op Wilma gebruiken. En de Touwler die heeft zoveel mogelijk MP nodig. Maar we moeten blijven stealen zoveel mogelijk als we daar de kans voor kunnen krijgen. Dus we willen gewoon stealen. En de Touwler moet maar heel eventjes zeg maar, zijn beurt opgeven om Wilma B eventjes dan een High Potion te kunnen geven. Dus even een High Potion op Wilma B. Niet op Wilma B. Niet op Wilma B. Niet op Zepi. Ik heb niemand anders die... Phoenix Down er maar. Oké, Phoenix Down op mij. Jij wacht heel even mee, Bird. Oh mijn god, ik word hier gepoond. Dit gaat niet goed. Ah ja, jij gebruikt Auto Potion. Oké, dat geeft ons even een extra Bird. Jij gooit nou even gelijk een High Potion op jezelf. Jij doet even Ice Wind. Dat geeft ons regeneffect. Nee! Ik haat dat mens. Ik haat die Beatrix met alles waar ze voor staat. Ik kan haar niet eens fatsoenlijk aanvallen, zo erg is het. Oké, nou. Leroy en Wilma die zitten allebei in de... Alsjeblieft, voor de love of Batman, die wint van Superman. Mag ik alsjeblieft één aanval weer doen? Hier word ik moe van. Oké, dat is beter. Nee, niet tot de Touwler wordt aangevallen, maar daar doet hij automatisch een High Potion op. Dus, nou, je hebt een Ether nodig. En jij doet maar een keer een aanval en wij kunnen weer stealen. Oké, nou heeft iedereen regen, dus iedereen krijgt HP erbij en waar het is om Leroy aan te vallen. Ik word moe van jou. Nou ja, in ieder geval krijgen we weer HP er langzaam bij. Daar is weer een klap die dus zeg maar aangegeven werd. Icebrand, maar die hadden we al één. Ouchies.
Oké, healing ronde. Niet nodig. We staan allemaal weer op één. Yay. Kom nooit meer in dit land. Oh nee. Kom nooit meer in dit land. Oh, serieus. Ik wil niet heel erg rot doen, maar. Juist. Jullie waardeloze krachten zijn waardeloos tegen mij. Oh, wacht eventjes. Pathetic. Dat is gewoon zielig, sneu. Iets in die trend. Hé, hey, wacht eens eventjes. Jij bent de generaal van dit koninkrijk. En ik sta gewoon op alsof dat er niks aan de hand is, maar dat maakt niet uit. Als generaal van Alexandria, wat is jouw bezworen taak? Is dat niet om prinses Zelda, oftewel jullie prinses Garnet te beschermen? Ik weet zeker wel dat je snapt wie daar zit. Het kan niet. Prinses. Dus het was waar. De koningin wou echt haar vermoorden. Wat? Nee! De koningin zal nooit zoiets willen doen! Leroy, het is tijd voor jou om de waarheid te accepteren. Oké, mijn keuze is gemaakt. Al deze tijd heb ik fouten gemaakt. Ik haat het om te zeggen, maar het vrouwke wat ons net enorm pijn heeft gedaan en helemaal ons into pop heeft geramd... Heeft gelijk, Roesbak. Dus je moet maar leren te accepteren. De burgers van Bemusia. Alsjeblieft, vergeef me. Nee. Oh, sorry. Het is te laat om te zoeken naar verontschuldigingen en voor vergevingen. Maar je kunt nog steeds Zelda redden. Wilma B. Ik vertel jou omdat ik weet hoe sterk dat jij bent. Help je prinses. Ik weet niet of ik dat kan. Maar ik zal het proberen. Ik hoop dat dit werkt. Amen. Oké. Serieus. De spreuk die wij hebben geschreven, die kan niet teruggebracht worden. Nou, ze blijven het toch tenminste proberen. Ik heb een haar in mijn mond, dat is irritant. Het is zinloos. Prinses, ben je in orde? Oh, mijn hoofd! Wat is er gebeurd? Zelda! Prinses! Yay! Jullie zijn allemaal hier! En wat is hier allemaal aan de hand? Ja, ondertussen is het wel 22 minuten langer. De prinses is wakker geworden, uw hoogheid! De prinses wil eens ontvoeren weer, uw hoogheid! Heb je alle idioms van haar gepakt, of niet? Die hebben we, uw majesteit. Dan waar wachten jullie op? Pak prins, pak Garnet en smijt haar in de gevangenis. Jawel, uw majesteit. Ik kan het niet toestaan. Oh, ga jij nou mijn tegenspreken ook nog eens een keer? Majesteit, alsjeblieft, het is mijn taak om de prinses te blijven beschermen. Ik smeek je, alsjeblieft. Doe de prinses geen kwaad. Jullie allemaal, vertrek nu. Ik blijf. Zepi, ga. Nu. Jullie zijn het team aan het teamen. Oh, wat leuk. Zorg ervoor dat ze niet meer terugkomen. Ruim ze op. Moeder. Nee. Wilma B, wees voorzichtig. Want in de volgende aflevering gaan we ermee verder en gaan we kijken hoe dit af gaat lopen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Hebben jullie nog vragen of opmerkingen over deze aflevering? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter voor de tournoi. Tot Beatrix in één keer aan de goede kant gaat staan. Weet ik wel waarom. Ze heeft ons 3 keer kapot gemaakt. En nou staat ze aan onze kant. Dus victory is ours. Misschien. We zullen het zien. Morgen. Bedankt voor het kijken. En tot dan. Doei!